Goedemorgen Pieter, je hebt een mooi shirt aan. Wat staat er eigenlijk om? Dat is van de cafetaria, Mark, de cafetaria De Verkeerde Wereld. Daar mogen wij een biertje van kopen en drinken. En vandaar dat we even het shirtje aan doen. Gewoon een sponsorshirt? Zo wil ik het niet noemen, maar zo zou je het kunnen noemen, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Ja. Maar goed, het gaat daar helemaal niet over. We hebben het vandaag over natuurlijk het roken. Ja, dus je hebt... ja, geweldig. Maar ik zie geen haring, hè? Nee. Nou, dat gaat nog wel gebeuren trouwens. Binnenkort ga ik wel haring hier roken in de ton. Maar niet voor de wedstrijd vandaag. Nee, dat is een ander verhaal. Kijk ik nu naar de wedstrijd aan? Nee, nog niet. Nee, want wij zijn natuurlijk heel vroeg vanmorgen al begonnen. Ja, dan kun je hier gaan zitten in het schitterende weer. Daar hebben we zelf een aaltje mee. En dit is een IJsselmeerhaal die we gerookt hebben. En ja, die is nou net klaar. En nu zit de wedstrijdaal staat in het zout. En dan gaan we denk ik met een kwartiertje ongeveer gaan we de wedstrijdaal beginnen voor de wedstrijd. Ja. Dan had ik laatst een hele discussie met iemand en die zegt, hoe zit het eigenlijk met de ingewanden van de aal? Ik zeg, nou dan ga ik zondagochtend even voor je vragen. Hoe zit dat eigenlijk? Als je de paling wordt gevangen en dan gaan dan de organen en alles eruit, is dat... Kun je daar wat over vertellen? Nou ja, dat ik iets heel stoms ga zeggen? Nee, helemaal niet. Nou ja, laat ik het maar zo netjes zeggen, die schenken we weer terug aan de natuur. Ja. Dus die gooien we weer voor de onderwaterleven, gooien we die weer netjes terug. En dat wordt weer netjes door de vissen die er zwemmen geconsumeerd, zou ik maar zeggen. Dus het is een soort recycling systeem. Okay. Ja. Ja, precies. Want hoe benut. Ja, kun je het even laten zien waar dat dan zit? Oh, dat is goed hoor. Dan zullen we deze maar even nemen. Die is wat groter. Kijk. Het is kunst om... aal schoonmaken is een kunst, hè? Ja. Want amateurs, ik heb het zelf ook al eens gehad, snijden hem vaak waar mijn duim zit, te ver door. En dan zie je het roken, het vet eruit druipen. Dus het is kunst om het niet verder, als waar nu mijn duim zit, open te snijden. En dan vanaf de kop naar het onderkant, zeg maar, netjes met het mesje eruit te halen. En één keer even op de kant van de rug van de mes eroverheen. Schoon. Ja. Helemaal schoon. Okay. En waarom laten jullie eigenlijk de kop er altijd aan zitten? Nou, kijk, dat kun je ook mooi zien. Er zit hier een gaatje, want als ik geen kop heb, dan kan ik ze niet aan de speet hangen. Oh, ja. En de speet, dit noemen wij speten. Kijk, dat is roestvrij staal. Die hangen we dan in de ton. Ja. En daar hangen ze zo aan, zeg maar. Oh, okay. Ja, en als de kop eraf is, lukt dat niet meer. Nee. Hoe zou het daar vandaan komen, als de kop eraf is? Hoe het dan zou moeten? Nee, ik bedoel, dat is toch een uitdrukking? De kop eraf. Ja, de kop is eraf. Ja, dat is een uitdrukking. Ja, dat is voor ons ook vandaag. De kop is eraf. Ja. Oké. Okay. We zijn lekker bezig. En het is dit jaar 25 jaar. Ja. En hulde voor de organisatie trouwens, hoor. Want we staan hier al jaren. En als je dan ziet wat er allemaal geregeld is. En ja, het is echt een hele organisatie, denk ik. Om het allemaal, 124 stuks had ik begrepen vandaag. Grootste palingrookfestijn van Nederland, hè, hier in Monnikendam. Ja, dus we zijn best wel een beetje trots om daar mee te mogen doen. Hartstikke leuk. Nou, ik wens jullie veel succes vandaag. Dankjewel, kom vast goed. Jullie ook. Tot ziens.